Het DNA-lid Silvana Afonsua is enkele jaren terug gestart met een percelenproject, bestemd voor verplegenden van de instellingen Asiana, Esther Stichting, Diaconessenhuis, Slans Hospitaal, AZP en RKZ. De verplegenden van deze instellingen zijn jaren terug gestart zich te registreren om in aanmerking te komen voor een bouwkavel. Vorig jaar vond de laatste officiële registratie plaats, zegt Afonsua. Zij gaat in op het doel van dit project. Het initiatief zijn gestart om de groep verplegenden te helpen met een bouwkavel waarop uiteindelijk een woning moet komen te staan. En u weet, met de vorige minister, minister Relieveld, hadden we al zeer ver gevorderde afspraken en alles gedaan. En we hebben nu met de nieuwe minister werkafspraken, waarbij we daarvan dan het voorwerk afronden en dan gaan we dan bij de instelling om de informatie en zo door te geven, waarbij we ook alles in place moeten brengen zodat het project verder kan opstarten. Dat is wat we nu bezig zijn te doen. En hoeveel verplegenden kunnen in aanmerking komen? Het is een groep van 1000. Zo groot is het project. En wat moeten ze doen? Via ziekenhuizen zijn de mensen geregistreerd. Dus nu zijn er geen registraties meer. Dus wat ze toen hebben gedaan, moeten ze registreren via de instellingen. Omdat we geen favoritisme wilden hebben. Bij de start van het project was Afonsua nog geen DNA-lid. Sinds toen wilden ze echter voorkomen dat er favoritisme zou plaatsvinden. Daarom moesten ieder die zich geregistreerd had een GRIS-verklaring inleveren waarop staat dat zij nog niet in het bezit zijn van een perceel. Het project zal te Jachtlust komen wijnen uitgevoerd worden. We hebben aangegeven dat het iets is voor de verpleging. Natuurlijk ondersteunt de president ons bij deze, heel veel. Maar de regering heeft nu geen geld om alle dingetjes te doen. Dus we gaan zelf onze kosten proberen te dekken. En de landmeterkosten en de kosten voor schoonmaak. Want als je iemand bijvoorbeeld probeert te helpen en de persoon krijgt een groot bos, heb je de persoon niet geholpen. Ja. Dan heb je de persoon niet geholpen. Dan kunnen we even goed zeggen, oké, je geeft hem op te potten en dan kan je het misschien na 20 jaar gebruiken of zo. Nee, daar was ik geen voorstander van. En vandaar dat we hebben gezegd, onze kosten, de landmeterkosten en de schoonmaakkosten, de aannemerskosten zijn voor rekening van de verplegende zelf. En dat hebben ze ook allemaal te horen gehad. En dat hebben we binnen de ziekenhuizen besproken. Ja. Maar wanneer denkt u dat het zover is dat de mensen inderdaad hun bereidsverklaring kunnen ontvangen? Zodra we klaar zijn met alle documenten en zo, dan sturen we die dan op naar ROGD. Het DNA-lid Silvana Afonsua die aangeeft dat alleen doorzetting heeft gemaakt dat dit project nu gestalte krijgt. Zij is momenteel namens haar partij, de NDP, in het binnenland om met de structuren te vergaderen. Ze benadrukt dat dit niet betekent dat de verkiezingscampagnes reeds zijn gestart.